keer aan het maken zijn, is een tuinpaviljoen. Waar mensen toch een beetje beschoten toch van de natuur kunnen genieten uit de zon, voor mensen die niet tegen de zon kunnen. Of om hier, omdat mensen aangeven dat ze ook buiten willen sterven, om hier te sterven met in bijzijn van familie. Ja. Prachtig, ik denk een heel mooi project hier, Gerard. Hè? Ja. Denk je dat het gaat lukken vandaag om het af te krijgen? Ja. We hebben het ook nog in een buffer, dus als we het eerder af hebben, gaan we nog het schilderen. Daar hebben we ook nog mee rekening gehouden, dus we komen hier de dag goed vol. Perfect. Ja. Het mooiste stukje heb je gemist. Ik heb het denk ik nou helemaal gehad. Oh nee, deze nog niet. Ik moet even deze achterwand. Wat zeg je nou? Heb je het nou helemaal gehad? Wij zijn een zolderruimte aan het inrichten voor 9 bewoners van de woongroep Elysion, in Eindhoven. Er zijn 9 mensen met een beperking. Die hebben hier een woning of een woonruimte samen. En dit is hun gezamenlijke zolderruimte. Ze zijn voor iedereen persoonlijk aan het inrichten met een rek waar ze wat spulletjes in kwijt kunnen. Dat is de bedoeling van vandaag. En het is hier heel erg warm boven, zoals je misschien kunt zien. Maar wel ook zo. Het gaat goed, het gaat voortvarend. Dus wij verwachten wel dat we dat vandaag hier voor elkaar krijgen. Kijk, Brandon. Waarom niet zo boven? Oké, heel hartelijk dank. Goed, de jongens die zijn volop bezig op zolder. En aan de shirts te zien, die hebben het vrij warm op zolder. Het is een prachtige dag. Ik denk dat het vandaag afkomt volgens mij. En we zijn heel blij dat we aan je mee kunnen helpen met dit project te realiseren. Ja, wij vinden het ook fantastisch dat zo'n bedrijf als Rijnaast natuurlijk hun bijdrage aan wil leveren. Want dankjewel. Het is natuurlijk hartstikke een mooi project. En wij onze dank is ook heel groot. Dankjewel. Oké, heel bedankt. Heb jij nog zo'n dingetje uit? Ja. Nou, zoals je kan zien zijn we hier achter tuinhuisjes aan het bijten op de kinderboerderij. Goedemiddag. Ja. Kan je misschien vertellen waar we nu zijn met ons projectje voor Rijnes en Roval? Ja, we zijn hier op Meneesje de Winkhorst. Dat is een onderdeel van Cello. Dat is een kleinschalige manege die paardrijles heeft gegeven voor mensen met een beperking. Ja. En je hebt heel wat werk te doen voor ons, heb ik al gezien. Ja, superleuk. Ik ben super blij mee. Echt leuke klussen. Ja. Maar ook klussen die echt nodig waren. Het is het karretje en het karretje geschilderd en geschuurd. Maar ook 2 mooie bloembakken gemaakt. Ja, super. Zijn er meer van dit soort initiatieven? Heb je dat al meer gedaan bij meerdere bedrijven? Niet in deze vorm. Nee. Is voor herhaling vatbaar? Nee, zeker. Ja, zeker. Ja, mensen zijn heel enthousiast. Het is echt superleuk. Denk je dat het afkomt vandaag? Want je had nog wel een lijstje, begreep ik. Zeker. Ja. Zeker. Ze zijn, met de kerkkast zijn ze nog bezig. Dus ik denk dat het zeker lukt. Dat schilderwerk had ik gezien. Ja, op de boerderij. Ja, daar zijn ze nu nog mee bezig. Maar hier is het verder heel eind klaar. Tot nu toe tevreden. Ja, super. Okay. Ja, super tevreden. Ja, hartstikke leuk dat wij hier mochten zijn. Ik vind het ook allemaal heel erg leuk om hier naartoe te komen en echt iets voor de maatschappij te doen. Ja. Dankjewel. Ja, zeker gelukt. Ja, dank je. Hartstikke leuk. Hartelijk dank dat we hier mogen zijn. Misschien kunt u even uitleggen waar zijn we precies hier? Ja, u bent hier bij Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen, oftewel KBWO. Ja. Wij huisvesten hier 21 dementerenden die ernstig dement zijn. We zijn hier een project aan het doen, een schilderproject noem ik het maar. Hoe is zo dat tot stand gekomen dat we hier mogen zijn? Ja, jullie hebben contact met ons opgenomen en we vonden het een heel leuk initiatief. En ondanks het feit dat we veel vrijwilligers hebben, zie je toch dat het fijn is dat dit soort zaken eens een keer gewoon netjes verzorgd kunnen worden. Dan heb je gewoon veel handen nodig en die steun wordt van harte gewaardeerd. En op het project kom ik eigenlijk omdat ik hier iedere dag met de hond langskom. En dan zie ik de mensen hier om achter de ramen zitten. En dan heb ik toch zoiets van een mooi project.
Hartelijk dank. Ja, ook bedankt. Bedankt.